Ooit werkten er meer dan 3000 mensen, nu nog 800. Daarmee is Xerox nog wel altijd een van de grootste werkgevers in Venray. Alleen is het een totaal ander bedrijf dan 45 jaar geleden toen het zich in Noord-Limburg vestigde. Wat is Xerox anno 2011 precies? Nou ja, de meeste mensen zullen Xerox nog op het netvlies hebben staan als de printers- en de kopieerfabrikant. Xerox is de afgelopen jaren in dat opzicht toch behoorlijk veranderd. De technologie of de printers en de kopieers is een van de lijnen van, die wij kennen en nog steeds waar we heel erg goed in zijn. Daarnaast doen wij en begeven we ons als Xerox in de markt van business process outsourcing. Business process outsourcing betekent in principe dat wij als bedrijf processen van andere bedrijven overnemen. Dus dat kan zijn dat we administratieve activiteiten overnemen, dat we een callcenter activiteit overnemen, dat wij processen voor andere klanten uitvoeren. En dat kan heel erg ver gaan. Dus betekent dat we, of bijvoorbeeld de tolpoortjesadministratie in Frankrijk, die wordt door Xerox. Dus waar iedereen op vakantie gaat? Iedereen op vakantie gaat, de hele afhandeling, de financiële afhandeling daarvan achter de schermen, want daar zijn we niet zichtbaar, die vindt plaats door Xerox. En dichter bij huis misschien nog een voorbeeld? In Den Haag, daar doen wij de hele achterkant van de wielklemmen. Als je daar verkeerd parkeert en een wielklem op je auto hebt, dan vindt de afhandeling daarvan en de hele betaling die vindt plaats via Xerox. Dus, en in Limburg nog een voorbeeld of niet? In Limburg heb ik daar geen voorbeeld van, nee. Dus, en Xerox zal daar, we hebben het voor in 2010 is er een bedrijf overgenomen, ACS, Affiliate Computer Services. Ja. En onder die vlag vinden die activiteiten met name plaats. Waarbij ook Xerox een stuk van dat soort activiteiten al deed, waarbij we inderdaad scanningactiviteiten doen voor klanten, zoals medische dossiers voor ziekenhuizen. We doen ook postkamers van bedrijven overnemen, maar we runnen ook de interne copyshop voor hogescholen bijvoorbeeld. Wij doen hier in Venray drie hoofdactiviteiten. Twee logistieke activiteiten. We doen de distributie van reserveonderdelen en verbruiksartikelen. We doen de distributie van onze producten en daarnaast hebben we een productieeenheid die toners en fotoreceptors maakt. Om nog ten eerste te beginnen, waar moeten we aan denken, hoeveel stuks gaan de wereld over en wat voor producten zijn dat? Als je naar de reserveonderdelen kijkt, dan hebben wij hier 50.000 verschillende reserveonderdelen op voorraad liggen. Verschepen we rond de 18.000 orderlijnen per dag en ons gebied waar we dat naartoe doen, dat is ongeveer het oostelijk halfrond. Dus dat is in ieder geval Europa en alle andere landen die op het oostelijk halfrond liggen. Dus Rusland bijvoorbeeld is er daar ook een van. Als je naar de machines kijkt, dan doen wij rond ruim 1 miljoen machines per jaar verschepen. Ook weer over? Over datzelfde gebied. Dus wij hebben geen directe klanten zelf. Onze verkoopmaatschappijen in alle landen die doen zorgen voor de verkoop en voor de service van de machines. En wij zijn in die keten een schakel en zorgen dat reserveonderdelen op zijn plek komen, dat de machines komen waar ze moeten zijn. En daarnaast, zoals ik al aangaf, hebben we dus een fabriek waar we verbruiksartikelen maken, zoals de toner en de fotoreceptors. Nee, we hebben hier in Venray 800 mensen aan het werk en dat is eigenlijk al een aantal jaren stabiel. En de verwachting is ook dat we zo rond die 800 zullen blijven zitten. We kunnen daarin variëren afhankelijk van het werkaanbod, dus dat kan best wel eens een keer een beetje meer zijn en kan wel eens een keer een beetje minder zijn. Maar in de grote lijn hebben we rond de 800 mensen hier aan het werk. En omdat wij natuurlijk voor heel veel verschillende landen
de distributie verzorgen. Betekent het ook dat het soms in het ene land verkoopt wel meer, het andere wat minder. Dus dat middelt zich ook daardoor aardig uit, waardoor ons activiteitenniveau geen enorme schommeling kent. Dat is zeker wel gemakkelijk of gemakkelijk. Daar ben je niet zo afhankelijk van recessies, crisis die we achter de rug hebben gehad? Nou ja, goed, natuurlijk merken we dat wel als klanten minder producten kopen of als ze dan meer kopen. Maar nogmaals, doordat we zo'n groot verspreidingsgebied hebben, wordt dat uiteraard ook een stukje uitgemiddeld.